Iedereen die wel eens op het strand van Zandvoort ligt, kent het verschijnsel. Je hebt eb, een lekker breed strand om op te chillen. En bij vloed leg je opeens hutje-mutje met je blote benen in de nek van de buurman. Sorry. Dit komt allemaal door de verschillende krachten die hun invloed uitoefenen op ons zeewater. De aantrekkingskracht van de aarde zorgt ervoor dat het water gelijkmatig over het bolletje wordt verdeeld. Maar dan komt de maan om de hoek kijken. Die trekt van boven aan al dat water. En dit zorgt voor een overschot aan nattigheid aan de maankant van de bol. Omdat de aarde en de maan om elkaar heen draaien, wordt aan de andere kant van de aarde flink wat water naar buiten geslingerd. En daar ontstaat dus ook vloed. Zo heb je op één aarde tegelijkertijd twee keer vloed en dus trouwens ook twee keer eb. En dat kan je allemaal checken op je eb en vloed app. Helemaal feest wordt het als onze grote broer zich ermee gaat bemoeien. Als de zon achter de maan gaat staan, nou, dan komt er springvloed aan. En dat is niet alleen maar leuk. Vraag maar eens aan je oud-oom in Zeeland.